Dag lieve mensen, hier Livius, boek 1, paragraaf 34, alinea 10 en 11. Het gaat over Lugumo, die naar Rome is verhuisd met zijn vrouw Tana Quill uit de stad in Etrurie, Tarquinii. En dan lezen we dit. Has, pes, cogitationes, quoque importantes, urbem ingressi sunt. Domiciliocque quibi comparato, Lucium Tarquinium prescum editere nomen. Goed, letterlijk. Dus deze hopen, want dit is meervoud accusativus, en gedachten. Laten we er gewoon enkelvoud van maken. Dus deze hoop en gedachten. Secumportantes, met zich meedragend. Wij zouden gewoon zeggen met deze hoop en gedachten of verwachtingen. Ingressi sunt, zijn ze binnengegaan. Dat is van het werkwoord ingredi, en dat is een deponens, ingredi. Vandaar zijn ze binnengegaan. De stad, zijn ze de stad binnengegaan. Portante is uiteraard een PPA van portare. Het gaat over Tana Quill en Lucumo natuurlijk. En wat waren dan hun hoop en verwachtingen? Nou, dat is in het vorige stukje uiteraard uitgebreid verteld. Het feit dat ze verwachten in Rome van allerlei goeds te beleven. Daarom gingen ze ook daarheen, want daar was natuurlijk een plekje voor hun, dachten ze, zoals nieuwe stad. Dus het was niet moeilijk over buitenlanders. En bovendien hadden ze een voorteken gehad waarbij dus een adelaar de hoed van Lucumo had opgetild en weer neergezet. En dat zou een voorteken zijn dat hij later grote dingen zou kunnen bereiken, want adelaar is natuurlijk een vogel van Jupiter. Goed, zijn ze de stad binnen gegaan. En domiciliocque in bicomparato, ablativus absolutus. En PPP, met een, zelfs een naam met allebei nablatieven, dus PPP nadat letterlijk een woning daar was aangeschaft. Oftewel nadat ze daar een woning hadden aangeschaft of voor zichzelf verkregen hadden. Edidere komt van edare en in perfectum dederunt, verkort tot dedere en dan met ede woord edidere. Letterlijk gaven zij uit, oftewel maakten zij bekend de naam Lucius Tarquinius Priscus. Zo noemden ze hij dus zichzelf voortaan. Lucius, misschien omdat het lijkt op Lucumo, Tarquinius, dat hij uit Tarquinii kwam. En Priscus, dat betekent eigenlijk de oude of de eerbiedwaardige. Het is een beetje gek om jezelf zo te noemen natuurlijk, hè, de oude of eerbiedwaardige, maar waarschijnlijk is het deze Priscus een naam die hij eigenlijk later heeft gekregen. En bovendien is het maar gek of die ook echt Lucumo heette, want Lucumo of Lucumo betekent waarschijnlijk in het Etruskisch, of schijnt te betekenen, gewoon vorst of koning. Dus het is een beetje, die naamgeving een beetje typisch, maar dit is hoe Livius het ons vertelt. Dus let op, edidere, verkorte vorm van edideruunt. Romanisch, conspicuum eum novitas divitiaeque faciebant. Even eerst tot daar. Van een gekke volgorde, maar dat is wel expres. Eerst dativus voor de Romeinen, dan accusativus. Hem opvallend, dan pas nominatiefs onderwerp. De nieuwheid, novitas van novus, de nieuwheid, dus het feit dat hij nieuw was daar. En zijn rijkdom, die VTI is altijd meervoud, dus hij zegt gewoon rijkdom. En dan maakt hem. Wij zouden dus zeggen, de nieuwheid en de rijkdom, of zijn nieuwheid en rijkdom, maakt het hem opvallend voor de Romeinen. Het is uiteraard wel expres zo gedaan, hè? Want eerst focust hij even op hetgene bij wie die naam dan bekend wordt en volgens wat dat voor effect heeft en dan tot slot pas waardoor dat nou precies komt. Doet hij ook weer expres, want hierna komt een derde reden. Nu hebben twee redenen gehad. Hij is nieuw en hij is rijk. En de derde reden is dit. Et ipse fortunam benigno ad loquio comitate invitandi benefici isque quos potrat sibi conciliando adiuvabat. En ook zelf. Het ook zelf, hè. Et, zie je iets als ook. Ook zelf. Adjuvabat hielp hij zijn lot. Hielp hij zijn lot vooruit. Of zoiets dergelijks. Van adjuvare helpen. Hoe deed hij dat? Nou, eigenlijk op drie manieren. Nou, eigenlijk nog beter gezegd. Hij deed het door iets te doen op drie manieren. Namelijk, even kijken hoe het er precies staat. Hij deed het conciliando. Een gerundium in de ablativus. Dus ablativus door. En dan, dat betekent voor zich winnen. Dus door voor sibi voor zich te winnen. Wie dan? Nou, quos poterat. Eos quos poterat.
moet je lezen. Het is een relatief met ingesloten antecedent. Het eos, dus hen, moet je erbij denken. Hen die hij kon, oftewel wij zouden gewoon zeggen wie hij kon. Door wie hij kon, wie hij maar kon, voor zich te winnen. Dat is het, eigenlijk de manier waarop hij dat deed. Maar hoe deed hij dat dan, die mensen voor zich te winnen? Nou, dat deed hij weer met drie dingen. Ablativus 1, benigno ad loquio, door letterlijk het vriendelijk toespreken. Ad loquium is het toespreken van het werkwoord ad loqui natuurlijk. Hè. Loqui spreken, ad toe. Door het vriendelijk toespreken, dus hij liep mensen over de straat en hij was daar nieuw, maar hij sprak iedereen vriendelijk aan. Comma, comitate invitandi. Comitas, denk aan comes, dus metgezel. Comitas is ook weer vriendelijkheid. Dus door vriendelijkheid, invitandi is ook een gerundium, maar dan in de genitief. Dus dat zegt iets over die vriendelijkheid. Maar vriendelijkheid van wat dan, of zo, hè? In wat? Je zou zeggen vriendelijkheid in het aanspreken. Sorry, in het uitnodigen, uiteraard, invitare uitnodigen. Maar hier moet je, kan je ook beter vertalen misschien met door vriendelijke uitnodigingen. Dus hij sprak ze niet alleen aan, hij nodigde ze ook uit om bij hem te komen eten, of zo. En door beneficiis. Beneficium is een weldaad. Dus hij sprak ze niet alleen aan, hij nodigde ze niet alleen uit, maar hij deed ook dingen voor ze, voor de anderen. Door wie hij maar kon, hielp hij daarmee en zo hoopte hij dus hen allemaal voor zich te winnen. Ablativus meervoud, hiero. En dat deed hij zoveel, donec in regiam quoque de eo fama per late est. Totdat, quoque zegt altijd iets over wat daarvoor staat, let op, niet over eo, maar over regiam, totdat ook in het paleis over hem het verhaal overgebracht is. Per lata, PPP van per verre. Weet je nog de stamtijden van verre? Verre tuli latus. Dus dat is inderdaad een beetje op opletten geblazen. Maar dus ook het verhaal, het gerucht, de reputatie of zo over hem, de eo, hem is hier natuurlijk Lucumo, is overgebracht ook naar het paleis. Ja, ik heb wat betreft stijl hier niet zo heel erg veel te zeggen. Behalve natuurlijk in deze lange zin dat je hier een klein climaxje hebt. Hè? Dus goed, het gaat, hij won mensen voor zich door toespreken, door uitnodigen en door zelfs weldaden. Dus dat is een klein climaxje in die drie. En het is uiteraard ook een tricolonnetje. Voor de rest geen opmerkingen over stijl wat dit betreft. Volgende video ga ik verder en dan is dit fama woordje, waar wordt in het paleis wordt hij bekend. Dat is het begin van een nieuwe lange climax, want uiteindelijk weten we natuurlijk wel dat zijn carrière grote hoogten gaat bereiken. En eerst is hij alleen maar bekend bij de koning en later wordt hij zelfs zijn opvolger eigenlijk. En dat wordt in het volgende stukje verteld. Tot het volgende filmpje. Dag allemaal.